Het ateliertje van de vereniging Kakira ligt in het zuidoosten van Rwanda, in de streek Gisaka, niet ver van de grens met Tanzania. Daar worden de Imigongo-panelen gemaakt, een zeer bijzondere kunst, eigen aan de streek en enkel door vrouwen vervaardigd. Al meer dan 2 eeuwen lang wordt ze van moeder op dochter doorgegeven, een omslachtig werk dat heel wat voorbereiding vraagt. Eerst moeten de vrouwen kalvermest bijeenrapen. In Rwanda lopen de koeien vrij rond onder toezicht van een herder, maar de vrouwen weten ze te vinden, ondanks de soms lange afstand die ze daarvoor moeten afleggen. De Imigongo's worden altijd met kleuren overschilderd. Alle gebruikte tinten, met uitzondering van het zwart, zijn afkomstig van verschillende soorten aarde. Rood bijvoorbeeld wordt verkregen uit kleigrond die rijk is aan lateriet. De tot poeder gestampte aarde wordt vermengd met wat water om zo een vloeiende kleurstof te bekomen. Het maken van de zwarte kleur heeft veel van een alchemistische aangelegenheid. De vrouwen plukken eerst enkele vruchten van een struik die de naam Umutoboto draagt. Deze vruchten worden even opzij gezet voor later gebruik. Nu wordt een kuiltje in de grond gegraven. Door enkele bananenbladeren over het putje te plaatsen, wordt een soort opvangreservoir gevormd. Op het groene bedje worden enkele vers gesneden bladen van een aloëplant uitgestald en afgedekt. Het oranje sap van de aloë kan nu langzaam uit de bladen druppelen. Na een half uur wordt de oogst in een potje overgegoten en gemengd met wat kalfsurine. Het sopje zal na 3 à 4 dagen een zwarte tint krijgen. De derde handeling bestaat eruit gedroogde bananenschillen te verbranden. De as ervan zal de basis vormen van de zwarte kleur. De geplukte vruchten worden ook in het schaaltje gelegd. Zo zullen ze makkelijker pellen, net als een tomaat die even in warm water wordt gedompeld. De zwart geblakerde vruchten worden uit het vuur verwijderd en de as van de bananenschillen wordt met een stokje tot fijn poeder gestampt. Ondertussen wordt de kalvermest bewerkt. Al knedend voegt een vrouw er wat as van verbrand hout bij. Dit maakt de mest nog wat steviger en verhoogt haar kleefkracht. Al het basismateriaal ligt nu klaar en het artistieke werk zelf kan beginnen. Met behulp van een gedroogde grasreep legt de kunstenares de verhoudingen van het gekozen motief vast op het houten paneel. Zodra de referentiepunten zijn aangeduid, begint ze de geometrische figuur te tekenen met behulp van een stuk houtskool. Als het motief klaar is, begint ze de kalvermest aan te brengen. Met veel handigheid kneedt ze tussen haar duim en haar wijsvinger een soort kam, die in het Kinyarwanda Imigongo wordt genoemd. Om de mest effen te strijken, bevochtigt ze regelmatig haar vingertoppen met water.
Zodra de mest goed droog is, kunnen de kleuren worden aangebracht. De verschillende poeders staan klaar voor gebruik. De hele oppervlakte van het paneel wordt eerst met een geel-beige deklaag bestreken, net zoals bij industriële verven primer wordt gebruikt. Vervolgens brengt de kunstenares met behulp van een verfborstel de andere kleuren aan. Het zwart kleuren van de motieven is wat omslachtiger, net als de voorbereiding ervan. De schil van de verwarmde vrucht wordt verwijderd. Het vruchtvlees wordt met wat zwarte as gemengd en de kunstenares strijkt ditmaal met haar wijsvinger het goedje open tussen de geometrische kammen. Deze handeling herhaalt ze verscheidene malen tot de lijn mooi even donker is geworden. Telkens opnieuw dopt ze ook haar vinger in het aloësap, wat het zwart intenser maakt en een zacht blinkende schijn geeft. In het ateliertje worden een aantal panelen te koop tentoongesteld. Als gevolg van de genocide van 1994 zijn vele van deze vrouwen weduwen geworden. Dankzij de vereniging Kakira hebben ze een nieuw doel in het leven gekregen. Door de toenemende belangstelling voor de Imigongo-panelen kunnen zij hun activiteit nu voltijds beoefenen. Ze hoeven niet meer zoals vroeger op het land te gaan werken om te overleven. De Imigongo's zijn uitsluitend bedoeld als binnenhuisversiering. Ze worden altijd aangebracht in de leefkamer, op de muren die zichtbaar zijn voor de bezoeker om hem te verwelkomen en eer te betuigen. Net als bij de houten panelen worden de basislijnen met behulp van een gedroogde grasreep gemeten en met houtskool uitgetekend. De Imigongo-kunst kan worden beschouwd als de erfenis van een prins uit de 18e eeuw. Hij was een van de zonen van de koning van Gisaka en zijn naam was Kakira. Op een mooie dag kreeg Kakira de inspiratie om aarde, vuur, medicinale planten en de ruwe producten van de geëerde koe om te toveren tot magische figuren, motieven die een heel specifieke kracht uitstralen en die zich als het ware steeds verder uitspreiden tot ver buiten de grenzen van hun kader in een ruimteloze herhaling. Ruimtes die versierd zijn met Imigongo-motieven roepen meteen een gevoel van netheid en orde op. De gekleurde tekeningen brengen schoonheid en gezelligheid in de kleine huisjes uit de streek Gisaka. Een eenvoudige weelde waar vele families die het nog steeds met heel weinig moeten redden, terecht trots op zijn.